En we gaan naar onze correspondent Lelystad. En dat is Joke Wolthuis. Die komt altijd even gezellig langs bij ons in de studio. Meestal met gebak, maar soms zit er tegen. Goedemorgen. Nou, het is beter voor het figuur wel. Dat, ja, ja, dat is wel. Ja. Volgende keer neem ik weer wat voor jullie mee. Echt waar? Ja, echt. Heel fijn. Echt. Kijk er nu alweer naar uit. Dat dacht ik al. Wat heb je allemaal gevonden? Nou, wat heb ik gevonden? Ik heb groen voor stenen gevonden. En dat betekent heel veel mensen die knallen allemaal maar tegels in hun tuin en met als gevolg dat het heel slecht is voor de grond ten eerste. Mm-hmm. De regen kan niet weg. Je hebt geen vogels in de tuin, je hebt geen vlinders. Nou ja, alles noem maar op. En om daar aandacht aan te besteden gaat Ina Adema maandag 26 februari. Ja, de burgemeester. Die haalt dan op het Stadhuisplein een stukje verharding weg. Ja. En die plant daar een boompje, een verstruikje. En om te laten zien aan de Lelystedeling van nou, het is beter om je tuin niet te verharden, maar er struiken in te gooien en wat gras, zodat het water weg kan lopen. Ja. En het gaat allemaal in samenwerking met verenigingen IVN, ja, KNNV, mm-hmm, en Groei en Bloei. Ja. En die mensen die willen graag dat de Lelystedeling vergroent in, ja, de tuin. Ja. Het ziet er ook allemaal wel wat leuker uit, hè? Ja, maar ja, zeker. Het is zo makkelijk om die stenen in de tuin. Het is wel makkelijk, maar het helpt de natuur niet. Nee, hè? Nee. Nee. Wat heb jij op het balkon? Heb je kunstgras neergelegd? Ik heb kunstgras neergelegd. Ja, ja, en ik ga een potje voetballen. Nee, maar ik wil wel iets hebben wat aantrekt met vogeltjes of, ja, de bloemetjes en de bijtjes. Of, juist precies dat. Een vetbolletje. Ja. En een vetbolletje, dat hangt er al. Ja, bij mij hangt alles. Maar goed, dat dus ook. dan is er in het voormalig politiebureau een aan het Stationsplein, dat wordt verbouwd. Dan kun je dus niet meer staan hekken allemaal. Vroeger stonden daar allemaal scooters en weet ik veel, ja, opgesteld. Ja. Dat hebben ze nu, ja, was heel erg rommelig. Maar dat staat nu aan de andere kant van het station. Mm-hmm. En ene meneer Martin Post, die heeft het bedrijf gekocht. En ja, die gaat het helemaal vernieuwen. Van het bedrijf iClix, hè? Juist, precies. Ja. En dat gaat er ook in, maar beneden. Mm-hmm. Onderin komen allerlei winkeltjes en kun je ook eten halen, drinken, koffie. En dat alles voor de reiziger die snel naar de trein moet. Dus het is een to-go. Ja, maar wat denk je? Want op het station zelf zit er natuurlijk ook al van dat soort to-go restaurants. Allemaal, ja, ik hoop dat het gaat lopen. Ja, ja, ja. Oké, je hebt er een hard hoofd in, merk ik een beetje. Nou, ja, er komt toch wel veel bij, maar of het gaat lopen, dat ik hoop het wel. Het aantal reizigers blijft hetzelfde natuurlijk. Het aantal reizigers blijft hetzelfde, maar goed. Okay. We zullen het zien en ik vind het een leuk initiatief. Zeker, ja. Toch? Ja. We moeten het positief bekijken. Precies. Nog meer? Nou, ik ga weer. Nee, ik zeg nog meer. Ja, ja, ja. Oh, ja. En dan vanavond komt Maarten van Rossum in de Agora. Oh ja. Met een lezing. Die hebben we laatst in de uitzending gehad, inderdaad. Ja. Die heeft erover verteld. Had hij wat anders aan, of niet? Dat weet ik niet, het was telefonisch. Hij was telefonisch, ja. Hij was naakt. Ja. Oh, ja, dat zou ook nog kunnen. Dat kunnen we niet zien. Weet ik veel. Ja. Hij is dus bekend van de quiz De Slimste Mens. Maar vanavond gaat hij dus met veel humor en kennis in op actualiteit en politieke kwesties. Ga je daar naartoe? Nee. Oké. Okay. Nee. Nee. Ja. Vanavond niet. Dus kaarten aan de site van de Agora. De site van de Agora. Zijn nog kaarten voor dus voor vanavond? Er zijn nog kaarten voor. Oké. Okay. En dan komt de voorjaarsvakantie er ook weer aan. Ja, volgende week. Week is dat. En wat kunnen we dan allemaal gaan doen in Lelystad? De koploper, het zwembad en het, het zwembad. Sportcentrum. Staat vol, een sportcentrum, mm-hmm, dankjewel Marco. Staat vol van activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar. En elke middag kun je er klimmen, zwemmen en er zijn Olympische Winterspelen ook te doen. Oh, ja, dat is wat leuk. Ja, zijn ze daar afgelopen in Pyeongchang? Dan gaat het in Lelystad gewoon door. Ja, zo is dat. Ja, mooi. Nou, en de Flevomeer Bibliotheek staat te gebeuren samen kleuren. Dan kun je met je ouders of grootouders samen gaan kleuren. Dat is wel leuk. En voorlezen, spelletjes doen, dammen, schaken. Dat is er allemaal te doen in de Flevomeer Bibliotheek. Leuk. Is dat? Ja. Ja, en de Agora allerlei kinderfilms. Dus als je daar heen wil met je kind. Dan, zolang er nog geen andere bioscoop is. Zolang er nog geen andere bioscoop is. En dat duurt nog eventjes, hè? Ja. Dat duurt nog eventjes. En dan wil ik ook nog even zeggen. Het filmtheater heeft 6 maart dus weer een film. En die heet Verrukkelijk. En die wordt ingeleid door de regisseur Frans Wijs. Dat meen je niet. Ja, leuk hè. Komt hij helemaal naar Lelystad? Ja. Frans Wijs, de grote regisseur. De grote regisseur. Komt. Mooi. Leuk. Leuk. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, 6 maart is dat dus. 6 maart. Schrijven we in de agenda. Kwart voor 8 begint dat.
S'avonds dus. Goed. Oké. Okay. Zijn we weer bij. Dat was het, mannen. Dankjewel, Joke. Ja, okay. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Met gebakken.